uitgangspunt van 1 in 3 is... suïcide voorkomen doe je samen en suïcide pogingen voorkomen doen we ook samen. Wat we zien binnen de hulplijn is een ongelooflijke groei. We zitten nu bijna tegen de 100.000 bellers. Niet alleen bellers, want het zijn beller en chatters in een jaar. Ja, en het is ooit bij 1 begonnen. Dus er is een enorme stijging. En dat betekent ook dat men de lage drempel benut en dat ze ons weten te vinden. Waar dat nog niet altijd het geval is in de reguliere zorg. We weten 40% van de suïcides gebeurt in de zorg, in de GGZ voornamelijk. 60% helemaal niet. Dus daar hebben we met elkaar een grote opgave. Ik ben zelf hiervoor jaren bestuurder geweest van een hele grote zorginstelling. Daar hadden we te maken met helaas ook met een aantal suïcides. En ik heb daar aan de lijve ervaren wat de ontreddering was van alle mensen, alle naasten, maar ook alle professionals. En toen besloten, dit kan niet anders dan we moeten een heel stevige aanpak hebben op het terrein van preventie en suïcidaliteit. En tot die tijd hadden we daar veel te weinig in gefaciliteerd om dat gesprek daar ook over aan te gaan. Dit moeilijke gesprek ook met elkaar te delen, wat de dilemma's zijn. En zoals bij meer onderwerpen die ooit taboe waren, moeten we met elkaar die drempel over. We weten ook dat er heel veel mythes, vooroordelen zijn. Van het praten over, dan zet je aan tot. Nou, al die mythes, zeg maar, die zijn eigenlijk wel weerlegd. En daarom is het zo belangrijk om breed ook kennis te delen. We zeggen ook, alle 17 miljoen Nederlanders zijn eigenlijk de gatekeepers. Dat zijn, als we met elkaar daar allemaal een stap in zetten, dan kunnen we echt verder komen met elkaar. Er zullen ook suïcides plaatsvinden, ondanks dat alles is ingezet. En dan betekent het juist kijken, wat kunnen we daarvan leren? En dat we heel ver weg blijven van blaming en shaming. Een belangrijk punt is echt voor de toekomst dat er in alle opleidingen, zeker alle opleidingen in zorg en welzijn, structureel aandacht in het curriculum is ingebouwd hoe te praten over suïcides. En daarin is nog echt een weg te bewandelen. We kunnen met elkaar echt bijdragen om daarin suïcides te voorkomen.